In al die wijken zie je dezelfde verschijnselen. Hangjongeren, drugs, lachgas en dergelijke. Overlast, lawaai maken. Waar de bewoners vreselijk last van hebben. Er is dit jaar geen stijging te zien in de cijfers van de criminaliteit of overlast. Het is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. En toch is er een probleem, volgens Nabijn. Niemand doet wat. Niemand voelt zich verantwoordelijk. De politie niet, doet niets. De BOA's die we hier hebben en ook uitgebreid hebben, die doen ook niks. Ja, ik vind de overlast. Als ik met mijn boodschappentas aankom, zegt een van de jongelui, zal ik u helpen. Mike Ensink is jeugdmarshal van de gemeente Zoetermeer en hij probeert samen met de buurtbewoners, de BOA's, de politie in gesprek te komen met de jongeren. Wat ik tegenkom is toch wel dat heel veel jongeren zeggen van ja, er is geen plek voor ons. We mogen niks. Nou ja, dan denk ik van ja, we mogen niks. Wat jongeren heel bedoelen is dat zij ook recht hebben op een eigen plekje in de samenleving. En daar ben ik het mee eens. Het is niet altijd overlast. Hè. Een groep jongeren die bij elkaar staan is niet per definitie vervelend of gevaarlijk. Kijk, dit is natuurlijk ook hè, zoiets als een perkje. Dat is prachtig, ook voor de bewoners. Maar ja, het zijn wel weer plekken waar hangjongeren omheen hangen, s'avonds laat. Nabijn wil actie om de overlast tegen te gaan. Mobielcamera toezicht, hulp in roepen van douane en Koninklijke Marechaussee als je geen mensen hebt. BOA's, 's nachts de wijk in plaats van dat ze alleen maar overdag bezig zijn met verkeersovertreding, hebben wij liever dat ze dit soort groepen hangjongeren aanpakken. Mike Ensink vindt het inzetten van Marechaussee en douane niet nodig. Hij vindt juist dat de mensen zelf verbinding moeten zoeken. Er wordt direct politie gebeld, er wordt direct handhaving gebeld. Ja, in sommige gevallen is het terecht, hè, als we het hebben over drugsgebruik, geluidsoverlast. Maar in heel veel gevallen denk ik van, joh, neem nou eens de moeite om zelf met die jongeren in gesprek te gaan. Want zijn mensen bang geworden voor elkaar? Ja, ik denk dat het de hele maatschappij een beetje is. Mensen, het wordt allemaal weer een beetje op zichzelf, individueel. En dan denk ik, ja, neem nou eens de moeite om ook met een jongere in gesprek te gaan. En andersom, jongeren zouden dus ook met zo'n klager in gesprek moeten gaan.